Nou, we zitten hier voor een nieuwe voorspel. Dit keer Metal Gear Rising. Lars, dat is direct in een actievol stukje, of niet? Ja, we vallen echt met onze neus in de boter. Dit is ongeveer het tweede level. We hebben het eerst even overgeslagen omdat het een demo is. Dus die kun je al allemaal zelf lekker zelf op je gemak spelen. Mm-hmm. En we wilden even wat nieuws laten zien, dus we hebben het tweede level gepakt. En dat is dit, met een helikopter vechten. Ja. Ah, dat is een beetje anders dan we gewend zijn van deze game. Mm-hmm. Het is meteen even een mooi stukje om te laten zien. Ja, stiekem hebben we het naar ogen geprobeerd en toen ging het een beetje mis. Toen ging het mis, ik kon de rocket launcher niet vinden. Ik kon de rocket launcher niet vinden, want de game legt mij niet uit hoe ik die moet pakken. Er liggen wel rocket launchers, die worden ook aangegeven zoals je ziet. Er verschijnt zo'n wit vierkantje in beeld en dan kun je een rocket launcher pakken. Ja. Maar ik wist niet hoe ik die in mijn handen moest pakken. Ja. Dus dat was even een beetje rondklooien, maar inmiddels weet ik het. Ja. Oh. Ja, nu moet je dus alleen zorgen dat je niet geraakt wordt. Ah ja, bedankt. Kijk, hop. Ja, en dan krijg ik toch weer een raket in mijn gezicht. Maar... Kun je zien dat hij... Is die... Ja, dat was raak. Ik heb hem geraakt. Okay. Dan gaat hij hopelijk nu naar de grond. Nee. Mm-hmm. Mm. Nice. Kun je dan zo'n quicktime event of zo? Als je in de buurt zit. Ja. Ja, ik weet niet. Ik moet hem toch op de een of andere manier lager zien te krijgen. Of nog een paar keer raken met een hammerhead. Mm-hmm. Kijk, een hammerhead. Dan heb je meerdere van dit soort baasgevechten in de game. Ja, in het eerste level zit ook al een boss fight, maar die is wel een stukje... Oh, kijk. Ah, oké, okay, dat gaan we wel. En dit is natuurlijk een Metal Gear game, daar kunnen ze er wel wat van. Ja, op de top boss fights zijn... Oh. En dan gaan we weer. Ja, kijk, op de raketten is de Ninja Run, die is heel vet. Ninja Run, wat houdt dat precies in? Ja, dat is dus heel vet rennen, maar dit is nog vetter. Dit is de Blade Mode. Ja, het gaat echt super snel, dus we moeten ook heel snel praten. Nou, het gaat heel snel. Je hebt hem vrij snel naar de tering. Die helikopter, ik heb hem helemaal aan mooi geschakeld. En dat is die, eigenlijk de combinatie meteen van twee hele vette elementen. De Ninja Run, dat is dus dit rennen, maar dan ontwijk je ook meteen allemaal dingen. Uh-huh. En dan kan je dus ook van raket naar raket springen, zoals je net zag. Uh-huh. En die, wat ik daarna deed, is de Blade Mode. En dat is dus het handmatig hakken. Dus je hoeft niet per se op vierkantje te drukken om iets te doen. Mm-hmm. Nee, je kunt ook gewoon met het rechte pookje echt tjuk 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 doen. En dus dan precies wat jij doet, gebeurt dan. Ik zal kijken of ik het nog een keer kan laten zien. Kijk, hier. Ik sta dan wel stil. Dat is wel jammer dat hij dan niet in elkaar valt. Ja, hij valt meteen uit elkaar. Gaat super snel. Deze wil niet uit elkaar vallen. Maar zoals net, die helikopter die gaat dan wel helemaal aan stukken. Of volgens mij echt heel druk. Het is echt meteen één grote meatfest nu. Je moet heel op hakken. Het ziet wel eens uit als je meer aan de tering hakt, alleen. Ja, oké. Ja, misschien moet je dat op bepaalde momenten doen hoor. Kijk. Kun je heb je niet die dingen een beetje slow motion of zo? Dat zou natuurlijk extra episch zijn. Ja. Dit is een beetje slow-mo. Kijk nu. Oh, daar. Nu gaat hij aan stukjes. Ja. Ik kan het niet goed helemaal zien omdat hij onder in beeld ligt, maar. En daarna ontploft hij. Maar er bleef weinig van hem over. Dus het is, je moet op de juiste momenten doen. Dat je hem gewoon echt in stukken hakt. Nou, al zou het ook te makkelijk worden natuurlijk. In wat ik denk dat ik nu... Kijk, hoppa. Nice. Fruit Ninja, maar dan iets... Iets meer adult. Ja. In wat voor zin vind je dit een Metal Gear game? Nou ja, het is... Qua gameplay is het, heeft het niks met Metal Gear te maken. Ja. Dat moet duidelijk zijn. Ik heb hem ook al eerder gespeeld natuurlijk, toen was het ook wel duidelijk. Mm-hmm. Het is echt gewoon een keiharde hack-and-slash game. Er zitten wel wat leuke knots in, heb ik al gemerkt, in de paar keer dat ik hem heb gespeeld. Mm-hmm. Ik moest op een gegeven moment moest ik iets vinden en dat zat verstopt in een kartonnen doos. Nou ja, dat is echt een flauwe dingen. Heel erg Metal Gear is. Ja, en qua verhaal zal het ongetwijfeld wel weer heel erg Metal Gear zijn, maar... Daar weten we natuurlijk nog weinig van, want dit is een uurtje gespeeld, denk ik. Dus. We hebben hem ook eens naar binnen, hè? Ja, dus we hebben allemaal nog niet heel veel van gezien hoe het verhaal zich gaat ontpoppen. Dat zal in de recensie blijken. Dus dat komen we later nog op terug. Ja. Wanneer denk je dat de recensie komt? Ik weet het niet, ik doe de recensie niet. Klopt, dus Kevin doet die. Ja. Dus even afwachten hoe hard Kevin er doorheen gaat. Ja. Als hij net zo hard gaat als, mijn mes net door de boter ging, dan komt hij wel snel. Ja. Ik denk dat dit toch wel een goed moment is om even af te sluiten. Ja, ze gaan nu even ouwe hoeren, dus dan... Jullie hebben het kunnen zien, lekker veel actie, lekker harde actie ook. En lekker Metal Gear actie. Heel erg vette actie waarbij het mes echt heel erg door de boter gaat. Inderdaad. Nou. En door lichamen en machines en nog veel meer. Nou, kijk uit naar de recensie en tot de volgende keer. Mijn voorspel.